Franciscus is vandaag 10 jaar paus. In al die jaren heeft hij veel betekend voor de katholieken. Door hem kunnen ze bijvoorbeeld meepraten over wat er met de kerk moet gebeuren. Hoe gelovig zijn de Tilburgers nog? Ik ben wel katholiek opgevoed. Maar geloven, ja, in de loop der jaren gaat er wel een beetje weg, denk ik. Ik ben moslima. Ik ben zo niet opgevoed. Ik vind het dat iedereen mag geloven wat hij wil geloven. Maar zelf heb ik het niet. De huidige paus is nou 10 jaar de paus. Wat vindt u daarvan? Nou, hij heeft het lang volgehouden. Heel lang, 10 jaar. Ik vind het wel oké. Ik heb er geen last van, dus. Ik wil niet beledigend zijn, maar ik snap de functie en de nut van de paus niet. Zoals u ziet, ik ben moslima, ik ben religieus dus. Dus het is niet afkraken van welke religie dan ook, maar ik zie de functie van de paus niet. En hoe denkt u dat geloof en religie er over 10 jaar uitziet? Geen flauw idee. Ik denk heel anders dan we denken. Geloof is net onkruid. Dus als je denkt dat het op een zeker moment ergens verdwijnt, dan komt het op een andere plaats weer terug. Ik denk dat in ieder geval de huidige geloven, zoals het christendom, die wel flink afnemen in populariteit en een aantal leden, denk ik ook. In ieder geval in West-Europa. Ik kan me niet indenken dat over 200 jaar of 300 jaar of 500 jaar nog steeds allerlei mensen achter de Heere Jezus aanrennen. Jezus redt alle mensen opgelet. Kortom, dat kan ik me niet voorstellen.